Het is fijn om met jou hier te zitten. Dank voor je tijd. Ik zit hier met Rens van Tilburg. Uh, en Rens is een uh, econoom, zou je wel kunnen zeggen. Uh, en hij is uh, de baas bij het Sustainable Finance Lab in Utrecht. Maar ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen nog niet echt een idee hebben... wat nou precies het Sustainable Finance Lab is. Dus zou jij misschien daar iets over kunnen zeggen? Ja, um, ik zit natuurlijk enorm te blozen door deze uh, introductie. Um, nee, het Sustainable Finance Lab is een uh, academische denktank... Ja. Um, ongeveer tien jaar geleden begonnen vanuit de Universiteit Utrecht. Uh, door Herman Wijfels, uh, die daar hoogleraar was. Eigenlijk in samenspraak met... In dus 2010, uh, dan zaten we bij de e vorige economische crisis. Uh, ja, dus het was eigenlijk nadat uh, de Lehman-crisis uh, was geweest, ja, hè, 2008. Dus de, de grote bank in, uh, in, in de Verenigde Staten die omviel. Precies, waarmee... hè, wat, 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 wat toen een enorme financiële crisis en paniek uh, veroorzaakte. Um, en wat overigens ook op dat moment een enorme... Uh, reactie van overheden uh, veroorzaakte. Die gingen, die gingen massaal uh, en ook gecoördineerd, uh, internationaal gecoördineerd... gingen ze de economie stimuleren. En dat had eigenlijk als grote voordeel dat de economie niet instortte. Um, en dat dus rond 2009, uh, begin 2010... in Nederland er een beetje zo'n gevoel was van... Hey, was dit nou die grote financiële crisis, de grootste van onze generatie? En dat heeft er eigenlijk helemaal niet zoveel pijn gedaan... En uh, het was een beetje het idee van nou, we kunnen wel weer doorgaan, uh, zoals, zoals, zoals het uh, daarvoor ging. Um, en op dat moment zaten uh, Herman Wijvels, die dus hoogleraar was in Utrecht, met uh, Peter Blom van de Bank uh, Te spreken, He, dat is de baas van die groene bank in Nederland. Mm -hmm. um, en die hadden allebei zo'n gevoel van ja, maar Nederland heeft zo'n grote financiële sector, en die is eigenlijk zo hard geraakt, al door deze crisis. Alleen we hebben het inderdaad overeind gehouden. Maar er moet heel veel gaan veranderen. Um, en daar, daar, dat besef lijkt in Nederland eigenlijk een beetje te ontbreken. Want op dat moment had je in allerlei andere landen om ons heen. Had je al hele zwaarwichtige commissies die waren ingesteld. om, om he, na te denken over de fundamenten van het kapitalisme. En he, alles moest anders, was daar het idee. Maar in Nederland was eigenlijk. Ja, het gevoel van, nou, dit viel wel mee. Laten we gewoon weer lekker doorgaan hoe we bezig waren. En over duurzaamheid, dus de relatie tussen de financiële sector... en het verduurzamen van de, van de samenleving. Daar had al helemaal niemand het over. Nou, ze, ze, dus hun gedachte was, daar moeten we wel iets mee gaan, uh, gaan doen. Um, en wat ze eigenlijk gedaan hebben toen... is een uh, vijftiental, merendeels hoogleraren bij elkaar geroepen... van allerlei verschillende universiteiten in Nederland. Uh, van, jongens, delen jullie eigenlijk deze analyse? En zouden wij met elkaar... Nou, een soort van denktank kunnen gaan vormen. Uh, nieuwe ideeën verzinnen over hoe het dan wel zou, uh, zou moeten. Dus eigenlijk Sustainable Finance Lab. Uh, als ik het, uh, doe ik het vast te kort, maar heel kort gezegd. Het is een denktank van allemaal uh, hoogleraren. Die nadenken over het, wat zijn de alternatieven voor hoe ons kapitalistisch systeem werkt. Ja. Eh, absoluut. Eh, en en, 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 en uh, wat, wat denktanken altijd zeggen, we zijn een denk- en do-tank. Uh, ja. nou, eh, dat, dat is in feite, we, we, wij proberen ook echt over, we proberen niet vanaf de zijlijn te roepen hoe het anders moet, nee. maar uh, ook onze ideeën gewoon bij, al bij te ontwikkelen. Ja. Um, echt te doen in samenspraak met uh, nou, de financiële sector, uh, de toezichthouders daarop, uh, de beleidsmakers zoals uh, jij zelf. Ja. Dus we zijn altijd heel erg in gesprek met al die spelers. Uh, maar komen uiteindelijk wel met een soort van nou ja, uh, academisch onafhankelijk oordeel. van. Nou, wij denken ja. dat dit de koers is om hè. Dus dat leggen we allemaal vast in rapporten en daar organiseren we dan weer bijeenkomsten omheen. En uh, dat soort zaken. Nou, volgens mij, we zouden volgens mij twee dagen kunnen vullen met over al die onderwerpen te praten. Maar ik wilde vandaag uh, heel graag met jou praten uh, over uh, monetaire financiering. Uh, QE, quantitative easing. We gaan het daar zo even over hebben, wat het precies betekent. Je bent gewoon iemand die daar heel veel vanaf weet. Ik ik kan mij zomaar voorstellen dat mensen die nu zitten te luisteren, waar gaat dit over? Ik zeg eigenlijk zelf altijd: Dit is de geheime reddingsoperatie van het grote bedrijfsleven. Er wordt heel veel geld gepompt door centrale banken. Zoals de Europese Centrale Bank of de Amerikaanse Centrale Bank. In het redden van of het opkopen van schulden van grote bedrijven om hen te redden. Maar ik denk dat het goed is om te beginnen bij het begin. Wat is een centrale bank? Ja. Wat is de centrale bank? Uh, ja, het is jammer dat je het woord quantitative easing gebruikt hebt. Want dat is volgens mij precies het moment waarop iedereen zijn uh, podcast heeft uh, uitgeschakeld. Uh, maar goed, voor wie er nog We is. We knippen het eruit. Uh, We precies, knippen het er, oh, ja, als dat nog kan, heel goed. Uh, nee, ja, een goede vraag. Wat is de centrale bank? Dat is een hele, hele goede eerste vraag. Um, door de tijd heen. Dat is denk ik één ding onbelangrijk belangrijk is om, om daarbij te beseffen. Als je die vraag door de, tij, door de geschiedenis heen aan mensen had gesteld, uh, dan heb je steeds hele verschillende antwoorden gekregen. Mm -hmm. uh, dus de centrale bank is niet één gegeven iets. Uh, die verandert eigenlijk continu. Um, en uh, sterker nog, uh, als je twintig jaar geleden had gevraagd wat is de Europese centrale bank en wat mm -hmm. doet die en wat, 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 wat moet die doen? Wat zijn zijn doelen? Wat zijn zijn instrumenten? Had je hele andere antwoorden gekregen dan wat de ECB, de, de Europese Centrale Bank, op dit moment aan het doen is. He, sterker nog, uh, als je had uh, verteld tegen iemand tien jaar geleden wat de ECB op dit moment aan het doen is, ja. dan zou die gezegd hebben: nou, die moeten allemaal de gevangenis in als ze dat doen, want dat is, dat is zwaar illegaal. Maar zullen we kijken, zeg maar even, als we even, even een stapje terugnemen... Als je zegt, ja. door, de, door de geschiedenis heen is dit veranderd. Als ja. we, uh, nou, laten we niet te ver teruggaan, maar vijftig jaar teruggaan in de tijd. Wat was toen de rol van de Centrale Bank? Ja, nou, ik, ik zou ik wel even een stap eerder gaan. Ja, dus eigenlijk okay. eind 17e eeuw. Ja. Uh, toen kwamen de eerste centrale banken. Dus ja. even uit mijn hoofd 1668 in, uh, in Zweden. Dat is de Riksbank. Dat was de, de allereerste. Ja. En vrij kort daarna, 1694 geloof ik, kwam de Bank of England. Ja. Nou, en daarna zo langzamerhand kwam bij anderen. Maar dit zijn eigenlijk de twee oer-centrale banken. En die hebben ook in hun, uh, hun, hun ontstaansgeschiedenis... laten ze eigenlijk zien de twee uiterste redenen... om een centrale bank op te richten. Dat was namelijk de, te beginnen met de Riksbank. Uh, eigenlijk zat daar een andere centrale bank voor. Uh, dat was namelijk een centrale bank die de uh, koning van Zweden had opgericht... omdat hij gewoon geld nodig had. Uh, hij wilde oorlog voeren, had geld nodig. Niemand wilde hem geld lenen. Ja, wat doet een koning dan? Hij richt een centrale bank op en die kan geld gaan geven aan hem. Kan hij oorlog voeren? Nou, dat is helemaal uh, verkeerd afgelopen. En toen hebben de Zweden gezegd... Wat gebeurde nee, er? Verkeerd afgelopen? Wat, wat gebeurde er? Uh, die bank... Uh, hij gaf eigenlijk op, op dat moment het recht aan een private persoon... Ja. Uh, he, want je had natuurlijk allerlei soort van banken. En die probeerden altijd een beetje tegen de koning ja. aan te schurken. En te zeggen van maak mij nou de bank. De bank der banken. Ja. He, want dat, de, ja. dan, dan moet mijn geld wel gebruikt worden. He. Dus ja. daarvoor had je heel vaak dat iedereen gaf geld uit. Uh, en dan, dan uh, nou ja, de, waren er verschillende soorten geldstelsels tegelijkertijd. En dat is allemaal ingewikkeld. Dus je moest een soort van anker uh -huh. hebben. Nou, er was dus iemand die was in staat geweest om die uh, Zweedse koning zover te krijgen. Dat hij het recht kreeg om het officiële geld uit te geven. Ja, en wat er gebeurde was, er, die ging veel te veel van dat geld uitgeven. He, dus, dus op een gegeven moment ontstaat er dan uh, te veel van dat geld. En dan, dan is er een. He, dat gaat even een tijdje heel goed. Dan voelt iedereen zich rijk. En hij kan het allemaal uitdelen. Uh, maar er komt een moment dat mensen dan zeggen: Ja, maar wat is dit geld eigenlijk nog waard als er zoveel geld is? Uh, nou ja, En dan stort eigenlijk de boel, uh, boel in elkaar. Uh, dus dat, dat gebeurde in Zweden. Okay. Um, en toen heeft het Zweedse parlement gezegd: Wij hebben een nieuwe centrale bank. Maar een echte centrale bank. Onder het, uh, uh, juist onder. Uh, uh, invloed van het parlement nodig. Die moet dus weg bij die koning, want dan gaat het te veel geld uitgeven voor zichzelf. Nee, dus het volk moet dit, uh, dit controleren. Uh, dus die hebben toen die Riksbank opgericht. En die Riksbank die had dus als taak heel expliciet om geen geld aan de koning te geven. <laughs> uh, maar vervolgens <laughs> kwam er natuurlijk wel weer een, een, een invasie. Ja. Ik weet niet of het nou met Denemarken of met Rusland was, maar er, er, er kwam weer oorlog. Ja, het eerste wat die koning zei was uh, hey, centrale bank, ga eens even geld maken, want ik moet oorlog voeren. Nou, ze heeft die centrale bank nog even tegengesputterd, maar toen is die gewoon overruled en moesten ze inderdaad ook dat gaan doen. Nou, uh, maar in feite, en dat is dus de eerste belangrijke reden waarom een centrale bank wil hebben, is dat die dus uh, eigenlijk waakt over de waarde van het geld. Dat die zorgt dat er niet te veel van in omloop komt. Maar aan de andere kant staat dus inderdaad die reden waarom die voorganger van de Riksbank er was en waarom uh -huh. uiteindelijk ook de Bank of England werd yeah. opgericht. Want Engeland had toen oorlog met Frankrijk, had geld nodig. Uh -huh. Nou, werd de Bank of England opgericht. Um, dus dat is de andere kant. Uh, he, gewoon om, om, he, en ik heb het steeds nu over oorlog, uh, maar je kunt het ook breder trekken. Er kan ook een natuurramp zijn of een, een andere calamiteit. He, dus op een gegeven moment, als de samenleving uh, echt middelen nodig heeft om een soort van ramp te voorkomen, een bepaalde uitdagingen aan te gaan. Een pandemie die er is. Een pandemie, interessant voorbeeld. Dan is die centrale bank er om te zorgen dat, dat, ook, he, dat er gewoon kan gebeuren wat er nodig is. En dat er niet op dat moment een gesprek plaats uh, moet vinden tussen een regering met een stel. Uh, ja, geldschieters die toevallig op dat moment het meeste geld hebben. van mogen we een beetje geld van jullie lenen en onder wat voor voorwaarden dan? Nee, als de nood aan de man is, dan moet gewoon de regering kunnen doen wat de regering moet doen. Nou, en daar in de hele historie eigenlijk zijn centrale banken hebben daar die rol nee, nee. gespeeld. Jij zei 50 jaar geleden, wat was toen een centrale bank? Nou, 50 jaar geleden dan zit je dus ongeveer hè, de, de wederopbouwfase na de Tweede Wereldoorlog... Toen speelden centrale banken weer die rol. Er was een wereldoorlog geweest, de hele boel plat gebombardeerd, alles moest weer opnieuw opgebouwd worden. Er was ook nou, op dat moment weinig geld. Dus centrale banken waren in heel veel landen degene die ja, geld aan de overheid gaven om huizen te bouwen, maar ook om de industrie weer op te bouwen. Dus die rol speelden de centrale banken. En dat ging heel lang goed. Totdat eigenlijk in de jaren zeventig er uh, een economische crisis kwam. Hè, dat je ook de, de, de olie... Wat voor crisis was dat in de jaren zeventig? Nou ja, he, dus je had toen de oliecrisis onder ja. andere. Uh, dus dat was niet goed voor de... Dat, de of... dat was de autoloze zondag. Uh, die, die kreeg de, je toen. De, hè, ja. dus, dus dat was de, 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 de olielanden die in één keer zeiden van we gaan veel meer geld vragen voor de olie. Uh, we gaan een aantal landen ook geen olie meer geven. Dat was allemaal ook geopolitiek. Uh, dus dat was niet goed voor, uh, voor, voor, voor de economie. Uh, je had tegelijkertijd had je hele sterke vakbonden. Die zeiden van nou, als de olieprijs omhoog gaat en andere prijzen, dan gaan wij ook gewoon de loon omhoog doen. Dus je kreeg een loonprijsspiraal. Ja. Hè? Dus wat je eigenlijk zag op dat moment was dat de economie stopte met uh, groeien. Uh, maar de prijzen gingen wel heel hard omhoog. Um, en, hè, dus die prijzen gingen omhoog. Dus dat is die inflatie. Ja, dus dan, dan gaat eigenlijk die andere. Van de andere doelstelling van de centrale bank wordt in heel, heel, Even, in een keer heel goed. Ga, nu gaan we te snel, denk ik. Want we gaan nu naar, naar nu gaan we naar inflatie. Volgens mij moeten we daar zo duimpje Dus eigenlijk zeg je belangrijke taak voor die centrale banken is geldcreatie. Zorgen dat er geld is, wat overheden kunnen gebruiken ja. uh, om, om te investeren in die samenleving. En als we naar de geschiedenis kijken, is dat eigenlijk op, altijd op in momenten van nood gebeurd. Of dat nou een oorlog was, of wederopbouw uit een oorlog, of als er een crisis was. Dat is eigenlijk het moment waarop de centrale banken. Hun rol is geëvolueerd. Ja, He, maar ze, ze, ze hebben eigenlijk twee rollen, dus. Hè. De ene kant ja. zorgen dat er genoeg geld is. Ja. Aan de andere kant zorgen dat het geld wat er is, dat het ook zijn waarde ja, behoudt.